Hi there, my fellow travelers. It is me, Jelle, your favorite Dutch friend. I made a video about what happened to me in Thailand regarding my arrest and the prison experience that came along with it. However, in this video I speak Dutch because I also have a lot of friends and family back home that want to know what happened to me and I couldn't be bothered to make two videos. I'm terribly sorry, but I added subtitles for you guys. So hopefully that will do. Yeah, if you saw the video, just message me, let me know what you think, and I'll talk to you guys soon. Hi, it's me. I'm back. In deze video ga ik al mijn lieve familie en vrienden uitleggen wat er met mij is gebeurd in de afgelopen 3 weken aangaande mijn arrestatie in Thailand en de gevangeniservaring die hierbij kwam kijken. Maar eerst wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor alle steun, alle liefde, alle supportberichtjes die ik binnen heb gekregen, alle hulp die werd geboden tijdens deze lastige periode. Echt, ik kan met woorden niet beschrijven hoe dankbaar ik ben. En jullie zullen nooit kunnen realiseren hoeveel zo'n klein beetje hulp kan betekenen voor iemand in zo'n situatie. Dus nogmaals, dankjewel. Ook wil ik graag mijn excuses aanbieden aan degene die ik nog niet heb beantwoord op social media en nog geen uitleg heb gegeven over wat er met mij is gebeurd. Maar ik had daar zo mijn redenen voor. Zoals de meeste van jullie weten, vertrok ik 14 maanden geleden naar Australië om mijn eerste wereldreis te starten. Pas na 3 maanden brak ik los en begon ik pas echt te reizen. Ik kwam in een soort reisflow terecht. Toen ik wat zelfstandiger werd, kwam ik erachter dat ik eigenlijk alles waar kon maken op deze reis. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Van werk op een boot, haaien voeren met de lunch en elke dag 3 keer gratis scuba diven op de Great Barrier Reef. Naar met 2 andere reisvrienden in een minivan wonen voor 3 maanden en 2000 kilometer afleggen op de oostkust. Ik bezocht de meest indrukwekkende natuurlocaties en ik was altijd op zoek naar een nieuw avontuur. In de laatste weken van Thailand bezocht ik vooral tempels en festivals. En hier kwam ik in contact met communities van reizigers die mij een hele bijzondere en nieuwe manier van leven lieten zien. Hier een compilatie van wat festivalmomenten. Waar vooroordeel, schaamte en haat niet bestaat en alles draait om samenkomen, liefde delen en het beste ervan maken. Compleet los van het normale. Echt niks was te gek hier. Je kan het denk ik wel een cultuur noemen. Omringd met zoveel talent, alle vormen van kunst en een enorme variatie van muziek en dans. De volgende clip is een van mijn favorieten, want niemand kent elkaar en alles is geïmproviseerd. En vele vragen aan mij, maar waarom doe je dit allemaal in je eentje? Dat is toch niet leuk? En dan antwoord ik, maar ik was nooit alleen. Overal waar ik kwam maakte ik talloos veel nieuwe vrienden.
had de tijd van mijn leven en ik ervaarde ultieme vrijheid. Totdat die werd afgenomen. Ik werd meegenomen, ik kon van niemand meer afscheid nemen en ik werd beschuldigd van diefstal. Vanaf toen begon mijn 3-weekse reis door Thailand als gevangene. In deze periode ervaarde ik heel veel angst, eenzaamheid en een heleboel onduidelijkheid. Ik heb ook dingen gezien die nog steeds in mijn hoofd rondspoken. Toen ben ik ongewild op het vliegtuig naar huis gezet en thuis werd ik overspoeld met emoties. Blij dat ik iedereen weer zag, maar verdrietig dat mijn reis ineens was afgelopen. Ik voelde een erge ongemak, ik had geen thuisgevoel en ik had geen plan en ik wist niet wat ik moest doen. De nieuwe ik was ineens teruggezet in mijn oude leven. En daarbovenop was mijn telefoon ook nog eens overloden met berichten van mensen die wilden weten hoe het met me was en die uitleg wilden over wat er was gebeurd bij mij. Het was niet mogelijk voor mij om iedereen up-to-date te brengen en ik had tijd voor mezelf nodig om alles even te verwerken. En daarom heb ik deze video ook gemaakt, zodat iedereen meteen het hele complete verhaal krijgt. Ik zal proberen het kort te houden, maar als het te lang duurt, klik je lekker weg. Laten we beginnen. Waar ging het fout? Op woensdag 26 februari besloot ik een watervaltour te organiseren met wat reisvrienden rondom het kleine hippiedorpje Pai in het noorden van Thailand. Omdat de week voor mijn kleren waren gestolen, zouden we eerst even langs een winkeltje gaan om een zwembroek voor mij te kopen. Ik rende het eerste beste winkeltje in en ik pakte een zwembroek. Er hing een bordje break, dus we hadden waarschijnlijk lunchpauze of zo. Ik riep nog de winkel in, hallo, maar geen reactie. Nu stond ik onder druk, want er stonden wat mensen op mij te wachten en we hadden geen tijd meer om naar een ander winkeltje te gaan. Dus met mijn stomme verstand leg ik geld neer op de tafel achter in de winkel en nam ik de zwembroek mee. Stomste keuze van mijn leven geweest. De zwembroek was 100 baht, dat is 3 euro, dus op dat moment dacht ik dat het wel oké was. Leuk feitje, na een uur scheurde het hele kruis van de zwembroek er al uit. Shit kwaliteit. Dit is trouwens de zwembroek waar alles om draaide. Na een leuke dag te hebben gehad, werd ik op de avondmarkt ineens vastgehouden door 2 mannen. Police. Ze waren casual gekleed, dus ik dacht dat ik gescamd zou worden, dus ik probeerde mezelf los te wikken en gewoon weg te lopen. Maar voordat ik het wist, begon iedereen te schreeuwen, de hele markt zat achter me aan en de camera's kwamen tevoorschijn. Ik werd naar de grond gebracht. Toen wees er een vrouwtje naar mijn zwembroek. Het kwartje viel. Ze dachten dat ik had gestolen, dus ik bood meer geld, maar het werd niet aangenomen. Ik werd opgehaald door de politie op een brommer en ik werd naar het politiebureau gebracht. Op het politiebureau hadden de agenten en de vrouw een hele hoop lol en ik had het gevoel dat ik uitgelachen werd. Niemand sprak Engels, dus ik voelde me ook echt hulpeloos. Ja, ik zie nu dat ik niet duidelijk genoeg benadruk dat helemaal niemand Engels sprak. Echt helemaal niks. Op het bureau heb ik aan meerdere mensen gevraagd, zo van... Excuse me miss, could you tell me what's happening with me? What are they talking about? I don't know what's going... Oh, you don't speak English? Okay, thank you. Excuse me sir, do you speak English? No English? Thank you. Ik kon helemaal niks. Ik kon alleen maar zitten daar, want niemand snapte mij als ik praatte. Niemand, helemaal niks. Ik probeerde ook uit te leggen dat ik niet had gestolen. Like, I did not steal. I did not steal. I put money down on the table. I did not... En dan word je aangekeken alsof je een zombie bent, zo. Ze snapte geen woord, dus ik was heel erg machteloos. Er werd al snel een aanbod gedaan dat ik 10.000 wilde betalen, zodat ze me konden laten gaan en dit helemaal konden vergeten. 10.000 baht, dat is 300 euro. Dat wilde ik niet betalen, ik had niks fout gedaan. Ik begon te bellen om te vragen om advies, maar de ambassade kon helaas geen goed nuttig advies geven in deze cruciale uren. Ik heb de 10.000 baht dus niet betaald en achteraf heb ik hier heel veel spijt van gehad. Er werden foto's van me gemaakt, ik moest fingerprints zetten en er werden stomme vragen gesteld waar ze notities van maakten. Daarna lieten ze me uren wachten. Rond 2:30 s'nachts werd er een contract in het Thais voor mijn neus geschoven met de pen erbij. Een hele slechte vertaler maakte mij duidelijk dat dit ging om schuld bekennen of niet. Deze keuze kon nog wel eens cruciaal zijn, dus ik heb mijn handen ervan afgetrokken en ik heb niks getekend die avond. Pas 2:00 s'middags de volgende dag werden wij door de ambassade doorverwezen naar een Nederlands advocaat in Thailand die mij het volgende vertelde. Als je schuld bekend krijgt, heb je kans op 3 maanden celstraf en een boete. Als je niet schuld bekend, ga je de zaak aanvechten en dat kan tot 3 maanden duren. Het gaat je duizenden euro's kosten. En in beide gevallen is er garantie op een deportatie naar land van herkomst. Deportatie, dat betekent naar huis? Dat kan niet, ik ben aan het reizen. Dus er werd geadviseerd om gewoon de 10.000 te betalen zodat ik werd vrijgelaten. Maar dit was al te laat. Dit namen ze niet meer aan. Mijn hele wereld stond ineens op zijn kop. Ik had enorm veel stress en ik moest nu een keuze gaan maken. Ik heb aan het eind van de dag besloten om maar te tekenen en schuld bekennen en te hopen op een boete. Wat heb ik hiervan geleerd en wat zou jij moeten doen in de toekomst? Koop jezelf uit. Dat scheelt een hele hoop zorgen, moeite, tijd en geld. Er werden ook nog camerabeelden laten zien dat ik de zwembroek pakte, maar ook dat je mij het geld ziet neerleggen. Maar omdat er niemand was die het geld aan kon nemen, wordt het alsnog als diefstal gezien. Fair enough, I guess.
De volgende dag werd ik naar de rechtszaal gebracht om deze zaak af te sluiten. Meestal werd ik in een heel smerig, stinkend celletje gezet met 3 andere mensen. Ik zou daar moeten wachten tot ik aan de beurt was. Na 4 uur toen we hebben gewacht, werd ik eindelijk opgehaald door mijn vertaler en die zei dat de zaak al was afgerond. Wat? Ik heb niet eens de kans gehad om te praten. Het was alleen een boete van 3000 baht. Oké, dus dat was een hele erge opluchting. Ik hoefde niet de bak in, dacht ik. Ik mocht de 3000 baht meteen cash zo door de tralies betalen. Ik werd teruggebracht naar het bureau en daar werd verteld dat ik morgen zou worden getransporteerd naar Mai Hong Song immigratiekantoor. Een plaatsje in het westnoorden van Thailand, heel dicht bij de grens van Myanmar. Het deportatieproces was al gestart. Yep, ik word het land uitgezet voor een zwembroek. Op zaterdag 29 februari werd ik vervoerd naar Mai Hong Song in een kooiwagen. Maar de bestuurder was zeker niet helemaal lekker in zijn hoofd. 3 uur lang werd ik door die kooi heen gesmeten. Hij reed absurd hard. Nog heel slecht behandeld worden. Dit. Ik kon mezelf ook nergens vasthouden. Ik werd voor het eerst wagenziek. Misschien is dat normaal in Thailand. Ondertussen had mijn zus een oproep geplaatst op Facebook voor hulp. Kijken of er enige Nederlanders waren in Thailand die mij zouden kunnen helpen in deze situatie. Op deze manier kwam ik in contact met Arnoud Bon, de hoofdcoach van Chiang Rai FC. Hij had het grootste gedeelte van zijn leven in Thailand gewoond en hij bood zijn advies en hulp. Hij zei zelfs dat hij mogelijk mijn deportatie zou kunnen voorkomen. Hij is voor mij echt een houvast geweest tijdens deze nachtmerrie. Bij aankomst werden weer foto's gemaakt, fingerprints gezet, ik moest tekenen, the usual. Hier werd er bepaald wat er met mij ging gebeuren. Hier sprak ik ook voor het eerst iemand die een beetje verstaanbaar Engels sprak. Diegene bevestigde dat mijn deportatie doorging. Ik kreeg weer 2 opties. 1 snelle, dure optie. Ik zou naar Chiang Mai rijden met een agent en van met hem naar Bangkok vliegen. En daar in het IDC, Immigration Detention Center van Bangkok, zitten voor een paar dagen. En dan zou ik worden gedeporteerd naar Nederland. 26.000 baht. 900 euro. Wat? Optie 2. Ik zou naar Chiang Rai worden gebracht met de auto. Daar een paar dagen zitten en vanaf daar met de bus rijden naar Bangkok Airport. En dan worden gedeporteerd. Dit zou iets langer dan een week kunnen duren. En dit was maar 3000 baht, 100 euro. Deze keuze kon weer erg belangrijk zijn, dus ik begon weer te bellen. Ik had verschrikkelijk slecht bereik. Ik wist dat Arnoud in Chiang Rai woonde en hij zou me daar kunnen bezoeken en mogelijk hulp bieden. Ook had ik over het IDC Bangkok verschrikkelijke verhalen gehoord en daar wilde ik liever niet komen. Dus ondanks dat optie 2 langer zou duren, koos ik hier toch voor. Want ik legde al mijn hoop op Arnoud die misschien mijn deportatie zou kunnen voorkomen. Mijn telefoon werd dit keer afgenomen en ik werd weer vastgezet in mijn tweede cel van dit verhaal. Ik wilde nog vragen hoe lang ik hier zou blijven, maar ik werd genegeerd. Wederom weer onduidelijkheid. Ik ging uit van 1 of 2 dagen. Gelukkig had ik nog wel mijn spullen bij me. De omstandigheden waren niet al te slecht. Ik had een matje op de grond, ik gebruikte mijn kleren als kussen, ik had wat loopruimte, alleen er liepen wel mieren overal. Ik moest kloppen op de deur voor als ik naar de wc moest. Ik had wel een raam, maar die was afgesloten met tralies en er kwam geen zonlicht doorheen. Het eten was niet best. 3 keer per dag kreeg ik een bakje met witte rijst, met soms een beetje ketchup en de andere dag een soort zakje met een soort pottensoep die voor mij best apart smaakt. Dus weinig variatie, geen fruit of proteïne. Dus ik ben uiteindelijk maar een pot pindakaas leeg gaan lepelen die ik nog in mijn tas had. Het water wat ik kreeg rook naar riool en smaakte niet goed. Mijn lichaam vond het ook niet leuk, ik werd erg slapjes en bij opstaan werd ik altijd duizelig. Ik zorgde dat ik niet verveeld was. Ik las wel in mijn boek, ik mediteerde, ik bewoog en ik schreef op wat ik allemaal meemaakte. Dag 2 mocht ik mijn telefoon gebruiken om een belletje te maken. En toen heb ik stiekem ook de wifi-code op Arnhem geschreven. Ik heb mijn telefoon in mijn zak gehouden en ze vroegen er niet meer naar. Super chill. Nu kon ik gewoon in mijn cel contact leggen met familie en vrienden. Dus ik was eigenlijk de hele dag door aan het bellen. En ik kreeg van iedereen super veel steun en liefde, dus dat was heel fijn. Dat maakte de situatie een stuk makkelijker. Dagen gingen sneller voorbij. Pas op donderdagavond, 6 dagen later, werd er aangekondigd dat ik die volgende dag weg zou gaan. Richting Chiang Rai met de auto. Een rit van 8 uur. In totaal heb ik hier dus een week gezeten. De laatste dag mocht ik weer even naar buiten. En buiten het zicht van de politie had ik een Thais meisje omgekocht die voor mij naar de markt ging om fruit en water te kopen. Ja, ik laat me toch niet als stront behandelen. Ik moet voor mezelf zorgen. Ik betaalde er 200 baht en daar was ze heel erg blij mee. Oké. Deel 3. Chiang Rai Immigration. Vrijdagochtend 6 maart reden wij binnen 8 uur naar Chiang Rai. Tijdens de rit vertelde de bestuurder mij dat hij zeker wist dat ik toch via het IDC in Bangkok gedeporteerd zou worden. Maar die plek blijkt dus echt een hel te zijn.
Dit maakte me zo chagrijnig en nerveus. Ik dacht dat ik meteen naar het vliegveld zou gaan. Wederom weer een miscommunicatie. Bij aankomst zag ik dat deze plek veel serieuzer en een stuk meer beveiligd was. Ja, dit kantoor had echt zijn eigen gevangenis. Ik heb helaas ook geen foto's kunnen maken. Maar om een indicatie te geven van hoe beveiligd het was, als ik even naar het toilet moest, mocht een agent gewoon gezellig met mij mee de badkamer in om me even in de gaten te houden. Ik werd hier ook echt een stuk slechter behandeld. Ik werd vaak genoeg weer uitgelachen en heel erg opgehaast. Ja, ik kreeg echt amper tijd om überhaupt nog wat spullen te pakken. Een pen was ook niet toegestaan, want daar kan ik natuurlijk iemand mee steken. Dus ik kon niks opschrijven van wat ik zag. Wat ik mee mocht was een handdoek, een tandenborstel, een boek en mijn bananen die ik van dat meisje had gehad in mijn jongsel. Ik moest mijn telefoon ook inleveren, dus vanaf dat moment had ik geen contact meer met de buitenwereld. Arnoud zou me die zaterdag bezoeken, maar ik kon niks zeker weten in deze periode, dus ik kon alleen maar hopen. Om geen contact meer te kunnen leggen met mensen, dat voelde echt heel machteloos. Ik werd gefouilleerd en toen werd ik op blote voeten, handen geboeid, naar boven gebracht. Naar mijn derde cel van dit verhaal. Ik kwam boven en de hele bovenverdieping was gewoon opgedeeld in mega kooien. Alle gevangenen stonden op en renden naar tralies en begonnen dingen te schreeuwen in verschillende talen. Echt alsof dieren hun nieuwe prooi zagen. Zo. Letterlijk alle ogen waren op mij gericht. Oh, ik weet nog echt precies hoe ik me voelde op dat moment. Ik werd in een kooi gestopt met drie anderen. Ja, en er hing een enorme spanning, dus ik maakte geen oogcontact. En het was ook belangrijk dat ik geen angst toonde. Maar dat ervaarde ik echt wel. Ik pakte een smerig dekje uit de hoek van die kooi. En ik koos mijn plekje op de ijskoude betonnen vloer daar. Alle ogen waren nog steeds op mij gericht op dit moment. En ik herinner me ook nog dat ik ze echt zo in mijn ooghoek zag staan bij de tralies, zo. Gewoon staren naar mij. Gewoon kijken naar mij hoe ik mijn kleine bedje van niks aan het maken ben. Ja, ik ervaarde toch wel een enorme angst. En ik bleef mezelf afvragen hoe lang moet ik hier blijven. De omstandigheden in deze gevangenis waren een flink graadje slechter. Het waren dus echt kooien afgesloten met drie dubbel tralies. Alle ramen waren volledig afgeplakt, dus we hadden totaal geen zonlicht. We hadden alleen felwitte lampen in het plafond die 24 uur per dag aanbleven. Overdag was het echt een sauna. Er waren geen ventilators of iets. En 's nachts was het echt een vrieskist. Er hingen camera's in elke hoek. En er liepen gewoon kakkerlakken overal. Alsof het onze huisdieren waren. Ja, serieus, ik werd wel eens wakker met zo'n smerig beest in mijn gezicht die dan om mijn fruit aan het heen lopen was. Alle muren en de vloer was volgekrast met Chinese tekens en andere onbekende schriften. Er was geen klok, er was geen tijd. We konden dus niet weten of het dag of nacht was. De enige indicatie van tijd kregen we door het eten. We kregen eten om 8 uur, 12 uur en 6 uur. En de kwaliteit van het eten was ook echt een stuk slechter. Uiteraard weer witte rijst en dan daarbovenop een beetje sla. 3 keer op een dag. Ja, ik gaf het vaak weg, maar godzijdank had ik mijn fruit bij me. Dat heb echt mijn leven gered. Nee, niet letterlijk. Maar dat gaf me wel nog een enige vorm van voeding. Het water dat we konden drinken kwam uit een tap, maar was troebel. En de douche deed het niet. Wat er precies per dag is gebeurd, weet ik niet meer precies. Ik herinner het als één eindeloze sleur. Oké. De zaterdag ging langzaam voorbij en Arnoud was nog niet langsgekomen. Toen de bewaker om 6 uur eten bracht, vroeg ik hem: "Any visitors for me?" Maar ik werd wederom genegeerd. De moed zakte nu echt in mijn schoenen. Mijn celgenoten zagen er niet bedreigend uit, dus ik deed een poging tot communicatie, maar Engels zat er niet in, dus het hield weer snel op. Gelukkig voelde ik me niet onveilig in mezelf. Onze cel grenste aan een aantal anderen en een van mijn buren waren twee Turkse moslims. Zij baden elke dag 5 keer en voor de rest van de tijd oefenden zij de Koran. Hardop. En ik hoor dat nu nog. Meestal zijn moslims wel vriendelijke mensen, dus ik probeerde contact te zoeken. Maar hun hadden ook erg beperkt Engels. Maar met body language kwamen we toch een heel eind. Ze zaten daar al een maand en ze kwamen van het IDC in Bangkok. Ze hadden daar 2 jaar gezeten. Oh. Ze vertelden mij hoe het eraan toe ging daar. En dat stelde mij erg gerust. Not. Ja, ik werd bloednerveus. Ze vroegen nog of ik een spiegeltje voor hen had, want ze hadden zichzelf al 2 jaar niet gezien. Ook al was er geen klok, de tijd kroop. 1 dag kon soms aanvoelen als 3.
Het was erg belangrijk dat ik bezig bleef, zodat ik mezelf niet gek kon maken in deze cel. Als ik wakker werd rekken, af en toe mediteren, heel veel lezen. En soms liep ik 200 à 300 rondjes door de cel heen. Zodat ik nog iets van lichamelijke beweging had. En ja, ik telde hoe vaak ik rondliep. Wat moet ik anders doen? De eerste dagen mezelf bezighouden lukte nog wel, maar dat werd al moeilijker. Mijn eenzaamheid werd erger. Het negatief afdwalen gebeurde vaker. Ik had echt een mentale strijd met mezelf om niet somber te worden. Het voelde eindeloos. Ik moest blijven herhalen, je komt er weer uit, je komt er weer uit. Want niemand anders ging dat tegen me zeggen. Ik wist ook wel dat ik er weer uitkwam, maar op dat moment neemt de negativiteit gewoon soms over. En moet je nagaan, ik zat er maar een paar dagen. Anderen zaten er al zoveel langer. Die worden echt mentaal gemarteld gewoon. Als je niks anders ziet dan die paar vierkante meter in je cel. Elke dag. Ik voelde me best breindood. Ik kende al de gebeden uit mijn hoofd en ik wist precies wat elk geluidje betekende. Als bijvoorbeeld het zoemen van de deur beneden afging, sprongen we op als dieren en renden naar de tralies, wachtend en hopend dat het iets voor ons was. Ik werd er echt anders van. Ja, ik moet er niet veel over nadenken, maar die twee Turken waar ik mee zat, die zitten er waarschijnlijk op dit moment nog. Ja, het is heel triest wat daar gebeurt. Op dinsdagavond, 5 dagen later, kwam een agent naar onze cel toe lopen. Mijn hart ging enorm tekeer. Wat betekende dit? Hij zei, you and him leave tomorrow to Bangkok IDC. Oké, holy shit. We gaan weg. Ik had een hele verwarde emotie op dat moment. Heel zenuwachtig, niet wetend wat me te wachten stond. Maar zo blij dat ik eindelijk dit hok mocht verlaten. Die nacht totaal niet kunnen slapen. Te veel adrenaline. Dus de volgende dag zouden we opgehaald worden. Hoe laat? Geen idee. Dat werd niet verteld natuurlijk. En daarom duurde die dag het allerlangst. Je weet niet wanneer je wordt gehaald. Dus elk moment kan het moment zijn. En je bent maar aan het wachten en het wachten en het wachten. Vele uren daarna verloor ik de moed weer. Ik dacht, we gaan meer vandaag. Misschien morgen. Dus ik viel in slaap. Toen werd ik heel verstorend wakker geschud door een agent. Let's go. Door de adrenaline sprong ik meteen op en pakte al mijn spullen bij elkaar. Ik moest meteen in de boeien en meelopen, dus ik was bang dat ik wat was vergeten. We liepen terug over de trap en ik kon mezelf gewoon ruiken. Ik stonk verschrikkelijk. Ik had heel erg behoefte aan schone kleding en een schone onderbroek. In een flits zag ik op de klok in het kantoor beneden 8:05. Ik werd met mijn spullen en alles in een busje gezet met 5 andere agenten. Helemaal achterin in een erg krappe stoel. Vooral voor mij omdat ik bijna 2 meter ben. Ja, ik zat met mijn knieën zo. De rit van 11 uur naar Bangkok was begonnen. In de periode dat ik vast zat, gebeurde er ook van alles buiten de muren. Onderweg naar het IDC Bangkok kreeg ik heel even mijn telefoon en ik belde meteen mijn moeder om te vertellen dat ik oké was. Zij vertelde mij dat er een hele hoop mensen mij hebben geprobeerd te bezoeken. Arnoud was langsgekomen, vrienden van mij waren langsgekomen met eten en schoon drinkwater. Maar ze werden blijkbaar niet binnengelaten. Terwijl ik recht heb op bezoek. En ze vertelde ook niks over mij. Arnoud had er blijkbaar alles aan gedaan om een deportatie te voorkomen en om mij daaruit te krijgen. Maar het was gewoon niet gelukt. Ze lieten helemaal niks toe. Dit is de deur naar de meetingroom, waar ze werden tegengehouden. Dezelfde deur waar ik door naar binnen kwam. Oh, de rest van de rit was ik woest. Echt fucking boos. Mijn haat voor de Thaise politie groeide enorm. Mijn moeder probeerde me nog rust te stellen, maar ze was zelf ook overstuurd. Ze beloofde mij dat iemand mij zou bezoeken in het IDC Bangkok om mijn eten en schoon drinkwater te brengen. Ondertussen heb ik ook al een artikel gescoord in de Telegraaf. Op social media werd het een best bekend artikel en ik kreeg best veel steun van iedereen. Maar er kwam ook een heleboel haat bij kijken. Onbeschoft als weet niet wat. Hand eraf hakken kennen ze daar. Ik zeg doen. Ja, volledig mee eens. Als hij zich respectvol had gedragen, dan zat hij nu niet als een rat in de val. Geen graantje respect getoond voor de lokale bevolking. Hopelijk krijgt hij buikloop van het wapen. Van mij mogen ze best even met hem spelen om wat manieren bij te brengen. Leon Jansen, jij ook echt hartstikke bedankt voor je steun, man. En terecht. Eigen schuld, gebeurt niet zomaar. Als hij echt netjes het geld neergelegd zou hebben, zou hij niet vast worden gezet. Gelul dus. Er zal ongetwijfeld meer gebeurd zijn dan hij doet voorkomen. Ramon van Geel, jij weet het, jongen. Oké, deel 4. IDC Bangkok.
Don't worry, dit is het laatste en het meest extreme deel van de vier, so hold on tight. Lichamelijk voelde ik me niet lekker tijdens deze nachtrit naar Bangkok. Misschien omdat het de zoveelste slapeloze nacht was en ik 11 uur lang zo moest zitten. Of door het troebele water dat ik had gedronken afgelopen dagen. Ik bleef alle adviezen herhalen die iedereen me had gegeven en ik was aan het malen over wat nou zou gaan komen. Mijn vader had gezegd, laat je niet provoceren. Ja, ik probeerde echt rustig te blijven, maar ik werd met een minuut meer nerveus. Rond 5:15 ochtends kwamen we aan. We reden door mega hekken, dat bracht ons op een binnenterrein. Deze plek was ultra beveiligd, ik zag overal camera's. Ik lag half te slapen en ineens werd de deur opengemaakt. Ik werd de auto uitgehaast. Ja, out, out. Ik half slapend pak al mijn spullen bij elkaar en ik stap die auto uit. En met handen geboeid, 2 agenten aan mijn armen en mijn backpack op mijn rug, liep we naar de ingang. Wat er in het IDC gebeurt, valt eigenlijk niet te omschrijven met woorden. Het gaat erom wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je voelt. Maar ik ga toch een poging wagen. Er werd aangebeld. Een mega schuifdeur ging open. En nog één. Ik werd overgedragen aan andere agenten. We liepen door tralies naar een soort binnenplaats. En ik werd direct getest op corona. Mijn spullen en telefoon werden weer afgenomen en mijn shirt moest ook uit. Ik zag al wat celblocks in de verte met wat armen eruit hangen. Rond 7:15 werd ik gebracht naar kamer 14A. De poort van deze mensenkooi ging open. Ik geloofde niet wat ik zag. Ik verstijfde. En toen werd ik zo naar binnen geduwd. Oppassend dat ik niet op iemand stapte. Want in deze 5x5 cel telde ik 28 mensen. Iedereen lag op de grond. Half met benen en armen over elkaar heen. Er was geen eens ruimte voor mij om dan ook maar één stap te zetten. Ik zag vooral Aziatische gezichten, maar ook het Westerse. Er kwam een verschrikkelijke stank over me heen. Ik hoorde gesnurk en gehoest van alle kanten. Ik deed meteen mijn masker op. In de hoek van de cel zat een extreem dun mannetje zo naar mij te staren. Hij maakte eetgebaren zo. Aan de andere kant zag ik een man naar het dak staren op deze manier. En alles wat hij deed was zijn vingers tellen. Elke keer opnieuw. Toen werd ik door mijn enkel gepakt. Een kale oudere man keek me aan en zei: Are you the captain of the boat? Ik was in een compleet gekkenhuis beland. Ik sloot mijn ogen. Je komt er weer uit, je komt er weer uit, je komt er weer uit, je komt er weer uit. Ik moest rustig blijven. Wederom was het onduidelijk of dit mezelf zou gaan zijn voor de aankomende tijd. Ze laten mensen daar echt wegrotten. In de wc-ruimte zat een Westerse jongen op een stoel nog wakker en we hadden oogcontact. Hij vroeg, what are you here for? We hadden meteen een gesprek en het voelde goed, iemand om mee te praten. Zijn naam was Mark en het was een Canadees en hij was opgepakt in Phuket voor 1 joint. Hij had daar al de hele nacht gezeten. We zaten ongeveer in dezelfde situatie. Hij had ook al 3 verschillende cellen gezien en IDC zou het eindstation zijn. We waren meteen vrienden en hielden elkaar sterk in deze periode. Moet je je voorstellen, hij zat in de wc-ruimte en ik stond daar tussen allemaal mensen en ik kon niet bewegen. Maar we hadden wel een gesprek. Na 3 uur daar te hebben gestaan, werden ik en toevallig Mark ook eruit gehaald. Voor ons was dit dus alleen een wachtruimte. Mega opluchting. We moesten op de grond zitten midden op de binnenplaats, omringd met allemaal cellen. Het IDC was wakker. Vanuit elke cel waren de ogen op ons gericht. En daar wachten voor de foto en de fingerprints, etc. Ik heb heel stiekem die foto meegenomen. En dit was ook gelijk mijn enige souvenir van Thailand. Super strafbaar, maar fuck hun. Toen er een politie langs liep, werd hij aanbeden als een soort god door iedereen. Een keihard alarm gaat ineens af. Iedereen begint te schreeuwen. Het was een chaos om ons heen. Wij moesten blijven zitten. Er was een gevecht bezig aan de andere kant van de binnenplaats. Er werden mensen volledig in elkaar geknuppeld. Toen dacht ik moet uit het probleem blijven. Ik wil naar huis. ASAP. Ik mocht een klein tasje met spulletjes mee en ik en Mark werden naar boven gebracht. Naar mijn 4e cel van dit verhaal. Onderweg naar boven zag ik al dat het hetzelfde was als op de foto's. Overvolle kamers. We werden naar kamer 7 gebracht en daar werden we overgedragen aan de baas van die cel. Een hele grote kerel uit Iran. Mijn tas werd meteen afgepakt en omgekeerd. Al mijn spullen werden doorzocht. Hij vroeg, any metal, any weapons? Ik voelde een enorme onderdrukking. Onze schoenen werden afgenomen en we werden naar de badkamer gestuurd om onze voeten te wassen. En we kregen onze spullen weer op een hoopje terug, zo in mijn armen. We hadden geen keuze, we konden alleen ja en amen zeggen. Hij werkte blijkbaar samen met een kerel uit Zweden die ons de regels vertelde. Hun zaten daar waarschijnlijk al erg lang en het werd duidelijk dat er een soort corrupte rangschikking was binnen de cel. Ineens ging de celdeur open en er werd een man door 6 agenten naar binnen getild en op de grond gesmeten. En niemand leek te reageren. We
Maar voor mij was dit compleet idioterie. Ik en Mark kregen ons plekje op de grond aangewezen. En ik kan je zeggen, dit was niet groot. Ongeveer 60 bij 1,60 meter. En dat is alles wat we hadden. Dus je kan je wel voorstellen, ik als 2 meter lang gast, ongeveer lekker zo op de grond liggen. Het was 9:30 en ineens werd er geroepen, exercise! Iedereen werd er zo uitgestuurd. Ik moest er ook uit, dus ik pakte nog snel mijn geld, want ik was anders bang dat het werd gestolen. Ik kreeg 2 uurtjes buiten op een soort luchtplaat, even groot als een zaalvoetbalveld, weer omringd met een grote kooi. Hier kreeg ik echt een gevangenisgevoel. Je had een telefoonhoek. Aan de zijkant had je een soort markt gaande waar eten werd verkocht aan de gevangenen door de tralies. Mensen waren met fitness bezig. Er waren vriendschappelijke gevechten gaande. Ik kreeg een aantal intimiderende blikken naar mij en naar mijn tasje met geld. Er werd gezien dat ik nieuw was. Er zochten ook een aantal mensen contact en die deden veel te aardig. En die probeerden dan mijn vertrouwen te winnen. En aan het eind van het gesprek kwamen ze met een soort aanbod. Ja, als jij me even 3000 betaalt, dan zorg ik ervoor dat je geen stempel krijgt in je paspoort voor de blacklist. En dan bel ik even mijn maatje. Hij regelt dingen hier in het kantoor. Vette bullshit allemaal. Ik wist ik kon niemand vertrouwen, maar ik speelde wel gewoon het toneelstukje mee. Zo ontliep ik ongemak, maar ik moest wel alert blijven. Ineens riep de baas van de cel mij. Holland! Hij gaf me een brief waarop stond, visiting. Dat was snel. Ik was nog geen uur in de IDC en ik had al een bezoeker. Alle mensen met bezoekers werden van de luchtplaats afgehaald en moesten weer in de binnenplaats op een rij op de grond zitten. Er werden denk ik wel 80 winkelmandjes naar binnen gebracht vol met spullen. Alles werd doorzocht en de helft werd weggegooid. We werden 1 voor 1 naar voren geroepen. Ook ik had een winkelmandje. Het was gevuld met bananen, 2 zakken brood, een pot Nutella en 6 flessen water. Oh, ik voelde me zo blessed. Echt verschrikkelijk blij. Ik pakte een briefje uit de winkelmand en er stond op. Arnoud Bon. Wat een held. Ik kreeg een traan van geluk op dat moment. Hij had blijkbaar iemand betaald in Bangkok om mij eten te brengen. Hier een foto van die kerel die het kwam brengen. Die hulp van hem betekende alles voor mij. In deze verschrikkelijke tijd met een onderliggend hulpeloos gevoel was dit gewoon een sprankeling van hoop. Ik wist niet hoe ik hem moest bedanken. De omstandigheden waren bijzonder interessant. Het was een kamer van ik denk 15 bij 8. Er zaten 72 man. Dat las ik op een bord aan de muur. Later werd het 61, dus hadden we iets meer ruimte. Dat bord aan de muur heb ik overgeschreven en dit is wat erop stond. We lagen echt als sardientjes opgepropt in deze veel te kleine ruimte. Het stond altijd blauw, want iedereen rookte. En het was verschrikkelijk heet. Ook hier hadden we geen zonlicht en hadden we een felwitte lamp in het plafond die 24 uur per dag aanbleef. En het eten was... overheerlijke zachtgekookte rijst met een soepje van vleesresten. Heerlijk! Dit had ik gelukkig niet meer te eten, want ik had mijn bananen en mijn broodje Nutella. In deze cel werd van alles iets nuttigs gemaakt. Ik zag meters waslijn, gemaakt van hele kleine elastiekjes. En dan klerenhangers, gemaakt van touw en tandenborstels. Ik kon echt zien dat sommigen hier al jaren zaten. Er hing nog een Happy New Year slinger aan de muur. We hadden een klok. Zelfs een heel klein tv'tje. Met gewoon Thaise programma's. En in de hoek van de cel was er zelfs een mini-winkeltje gebouwd. Gerund bij de Iraniërs. Ze verkochten crackers, koekjes, noedels, maar ook sigaretten. Er was een gezamenlijke wasruimte zonder privacy. Er stond een koude grote bak met water. En dan kon je met kleine kommetjes uitscheppen om jezelf te wassen. Bij binnenkomst terug in de cel werd ik ineens gedwongen door de baas 200 baht te betalen. Voor het reglement dat werd gehandhaafd binnen die cel. Ah, 200 baht, 6 euro. Ah, ik vond het wel oké. Want het zorgde voor orde en een soort van schone cel. Bij binnenkomst moet je verplicht voeten wassen. Er waren stilteuren. De badkamer werd elke dag gesloten voor een schoonmaak. En we hadden zelfs een recyclebak. De cel werd een soort van verzorgd. Maar dat moet ook wel, want voor sommigen is het al jaren thuis. Als je niet aan het reglement hield, werd je flink aangepakt. Oh, en dat heb ik zien gebeuren. Een Engelse jongen deed expres zijn schoenen niet uit. Hij wilde niet verteld worden wat hij moest doen. Oh, you can't tell me what to do. Hij ging heel moeilijk doen. En toen hij agressief werd, werd hij gewoon in elkaar getrapt door 2 anderen. En zijn schoenen werden gestolen. Tja. Maar er is weinig ander geweld, naast dat voor regelbrekers. Er was ook meer gezelligheid in deze cel. Overal speelden mensen spelletjes met elkaar. Schaken, kaarten, pokeren voor sigaretten. Dus ondanks de verschrikkelijk benauwde situatie werd er toch het beste van gemaakt. Dat was wel mooi om te zien. Maar wacht, voordat ik het allemaal te mooi maak. Er zaten ook echt een heel aantal gestoorde mensen in deze cel. Mensen die mentaal niet meer helemaal oké zijn door hoe lang ze daar al zitten. Die mensen die gewoon tegen de muur aan zitten te praten, weet je wel?
Sommige daar hebben ook helemaal niks en zullen altijd proberen te stelen. En ook dat heb ik zien gebeuren. Dus de hoeveelheid mensen in deze cel zorgde wel voor een gezellige sfeer, maar dat maakte het ook meteen een stuk gevaarlijker en er was meer kans op diefstal. Toen ik bijvoorbeeld terugkwam naar de cel met die zak met eten, ben ik door een heel aantal mensen aangekeken als een stel hongerige dieren. Ze begonnen nog net niet aan me te ruiken zo. Ja, een erg ongemakkelijk gevoel. Maar hier komt het gekste van het verhaal. Er was een man die naar me toe kroop en die gewoon heel rustig in mijn zak met eten begon te kijken zo. Terwijl het tussen mijn benen lag, gewoon hier. Dus ik heb mijn zak met brood uit zijn handen moeten pakken zo. Ik gaf hem 2 bananen en ik zei dat hij weer mocht gaan. Een van de vaagste momenten in deze gevangenis. Ik had genoeg eten en ik deelde ook wel met mensen die het minder hadden. Maar het is wel heel creepy als mensen aan je spullen beginnen te zitten waar je bij zit. In de nacht had ik mijn rugtas ook altijd tussen mijn armen. Ik was te paranoia. Ik moest ten alle tijde op mijn spullen letten. Want het kon altijd gestolen worden. Het was gewoon niet veilig genoeg. Last and final part, deel 5. Thuiskomen. Het was 6 uur 's avonds op mijn eerste dag in het IDC. En ik en Mark werden de cel uitgeroepen. Weer onduidelijk waarom. Maar dit keer leidde het eindelijk tot iets goeds. We gingen naar beneden en we werden gebracht naar een kantoortje. Ik kwam er al snel achter dat we hier de kans kregen om een ticket naar huis te boeken. Oh, ik was zo intens gelukkig. Ik kon niet eens meer stilzitten. Ik ging tegenover een vrouwtje zitten die op haar laptop aan het tikken was. En ze zei, there's a flight to Amsterdam available for you next Friday. Vrijdag al? Dat is overmorgen! Echt niks kon mij blij maken dan dit nieuws. Het boeide me ook niet dat de deportatie voorkomen niet meer was gelukt. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk weg hier. Ik en Mark liepen nog net niet gillend dat kantoor uit. We werden teruggebracht naar die vreselijke cel, maar het maakte niks meer uit. Ik wist dat ik een ticket had naar Amsterdam en dat ik over 2 dagen op Schiphol zou staan. Het is heel gek, maar ik werd bijna blij dat ik in de IDC was beland. Puur en alleen voor de ervaring. Nu was het alleen nog maar uitzitten. Slapen was die nacht natuurlijk weer heel erg moeilijk. Deels door de adrenaline en deels door die keiharde betonnen vloer. Maar door uitputting sliep ik de volgende dag overdag een paar uurtjes. En mijn lichaam kon niet meer. Donderdagavond 7 uur werden ik en Marco naar beneden gehaald. Hier kregen we al onze spullen weer terug, behalve onze telefoon. Er werd ons verteld dat we 7 uur 's ochtends de volgende dag zouden worden opgehaald. En tot die tijd moesten we op de luchtplaats wachten. Oh, ik kon eindelijk weer schone onderbroek en schone kleren aantrekken. Dat voelde zo satisfying. Die nacht heb ik ook meteen alles opgeschreven wat ik nog kon onthouden. Daardoor is deze video ook mogelijk gemaakt. Ik doe het niet allemaal uit mijn hoofd ofzo. Ik ben die nacht ook nog lastiggevallen door ratten. Omdat ik nog eten had. En deze ratten waren niet bang. Ze vielen gewoon mijn eten aan en ik moest ze letterlijk wegtrappen. Deze laatste paar uur in het IDC ervaarde ik intense geluk. Ik zou binnenkort weer vrij zijn. Ook al duurde dit hele proces maar 3 weken, het voelde als 3 maanden. Die vrijdag had ik om 11:45 mijn vlucht. En er ontstond zelfs nog stress dat ik het niet zou halen. Want ik werd niet om 7 uur, maar 9 uur opgehaald. In een kooiwagen werd ik weer vervoerd naar het vliegveld. Hier moest ik achter de immigratiepolitie aanlopen. En bij de bagagecheck-in kreeg ik nog hele rare blikken van andere Nederlanders die dezelfde vlucht hadden. Oh, wat heb hij gedaan? Oh, hij zal wel een crimineel zijn. Ja, pas maar op. Anders steel ik je zwembroek. Ik werd zelfs nog in een karretje vervoerd naar het immigratiekantoor op het vliegveld. Check it out. Bij het kantoor was het een chaos. We stonden rijen met mensen. Want vanwege corona krijgen mensen natuurlijk geen visum om het land binnen te komen. Maar ze hebben ook geen geld om weer een vlucht te kopen om weg te gaan. Ja, dan zit je daar. Ik kreeg gelukkig voorrang. En ik kreeg een stempel in mijn paspoort waarop staat dat ik ben gedeporteerd en verbannen uit het land. Ik vroeg nog, hoe lang? Maar ik werd weer genegeerd. Later heb ik die stempel laten vertalen. En er staat dus letterlijk in dat ik een dief ben. En dat betekent 99 jaar verbannen. Levenslang. Goodbye Thailand. Ik werd helemaal begeleid tot en met het instappen van het vliegtuig. Daar werd ik overgedragen aan de piloot. Die belde weer iemand en zei, oh ja, ik heb hier de deportees. Ik werd helemaal achter het vliegtuig geplaatst. En er werd nog even vermeld dat er geen alcohol aan mij werd geschonken. Oké. Ja, geinig. Ik viel vrijwel meteen in slaap, want ik was helemaal gesloopt. En voor ik het wist, stond ik op Schiphol.
Oké, dat was hem. That was it. Einde verhaal. De afsluiting. Nog even snel wat laatste woorden. Zoals je hopelijk nu al kan voorstellen was na al deze bullshit, thuiskomen best wel heel overweldigend. Het was geweldig om iedereen weer te zien. Ik bedoel, kijk naar deze foto's. Maar gewoon die mega switch. Van het ene leven naar het andere. Het leven dat gebaseerd is op vrijheid en dat draait om het ontdekken van de rest van de wereld. Waar niemand je kent en jij helemaal niks weet. Waar je elke dag opnieuw in aanraking komt met dingen die totaal onbekend voor je zijn. En dus daarvoor nog geen realiteit waren in jouw leven. Het ontmoeten van zoveel mensen. Met verschillende culturen, gewoontes, verhalen en muziek. Altijd on the move zijn. Iedere nacht in een ander bed slapen. Een leven waar plannen niet werken en waar je nooit weet waar de toekomst je gaat brengen. Sorry. Ik werd even heel gepassioneerd over mijn reiservaring. Go travel, it will change your life. Dus van dat leven ineens naar dit leven. Het leven waar je overal de weg weet en eigenlijk niks meer nieuw is voor je. Het leven dat veilig en vertrouwd voelt omdat je iedereen kent en omringd bent met liefde van familie en vrienden. Het leven waar je weet waar je aan toe bent. Mijn goede vriend Ramses gaf dit als voorbeeld. Dus eigenlijk, op Monopoly ben jij verspreid over 14 maanden halverwege het bordspel gekomen, hier opgepakt en vastgezet, en weer teruggestuurd naar start? Yup, pretty much. En dat doet wat met je. Dat is ook de reden dat ik tot nu toe onder de radar heb gelegen en alle contact met iedereen heb genegeerd, zodat ik ook even rustig mentaal kan landen in deze situatie. Ik bedoel, ik was hier niet echt voorbereid, snap je? Ik vond het op dat moment ook heel moeilijk om vragen te beantwoorden zoals... Jelle, hoe was de gevangenis? Zo dus. Ik hoop niet dat jullie denken dat ik dingen heb overdreven om medelijden op te wekken, want dat was totaal niet de bedoeling met deze video. Ik heb gewoon best gedetailleerd uitgelegd wat ik heb meegemaakt. En dan heb ik nog dingen weggelaten. Het is gewoon zo in Aziatische landen, als je het land op wat voor manier dan ook niet respecteert, dan mag je als stront behandeld worden. En ik, als dief, heb zeker geen respect getoond. Kom dus niet in een probleem in Azië. Kom nooit in een probleem eigenlijk. Ook hoop ik dat het niet te snel ging voor iedereen. Ik praatte namelijk wel super snel, maar ik wilde niet dat de video een uur ging duren. Dus, als je nog vragen hebt, hit me up, let me know. Achteraf gezien is dit een super mooie ervaring geweest. En het heeft me ook zeker sterker gemaakt. Het heeft me ook echt laten beseffen wat er nog meer speelt in deze wereld. Overal op de wereld zitten op dit moment mensen gevangen. En dan keek ik naar het paradijs waar wij in leven. Een heel comfortabel bed, een warme douche, een kast vol met eten. Ja, ik ben mijn vrijheid zeker meer gaan waarderen. Het is wel een hele aparte manier om je reis te eindigen. Maar, geluk bij ongeluk. Nu dat corona best wel een groot probleem wordt, heeft Bangkok zijn vliegveld dichtgegooid en ben ik net op tijd naar Nederland gestuurd en zit ik nu veilig thuis. Anders zat ik nu vast in Thailand. How lucky am I? Dus ik ben eigenlijk heel dankbaar dat dit allemaal is gebeurd. Oké, dat was hem. Als je dit ziet, heb je gered tot het eind en waardeer ik je enorm. Hartstikke bedankt voor je interesse, aandacht en geduld. I love you guys. See you soon. Peace. Klaar met deze shit. Kut video. Ja. Ik kreeg een aantal intimiderende... Kanker, jongen. Ding is het niet, hè? Ik kreeg een aantal intimiderende... Hoi, ik ben Jelle. Ik ging naar de gevangenis. Hoi. Nee. Mensen die... Hey!
Fuck. Toen ik bijvoorbeeld terugkwam met die until there is no longer let's get lost inside the crowd. Toen ik bijvoorbeeld terugkwam tijdens de rit vertelde mij de bestuurder dat tijdens de rit vertelde mij de bestuurder dat